my cell phone. Day night when you need my... Als je buiten loopt, dan zie je heel veel troep soms liggen. Zwerfafval. En overvecht tegen zwerfafval. Ik hoop dat het echt een succes is. 2, 1, yes! Wat doet u hier vandaag? Vele honderden kinderen hebben vandaag een overvecht. Zwerfafvaldag. Heel veel zwerfafval opgehaald op allerlei scholen. Ik ben hier nu bij de Cleopas school aan de Winterboeidreef om de kinderen te steunen. Die zijn samen met Zorro bezig om dus heel veel afval op te houden. Ja, ik wist niet dat er zoveel afval was hier, totdat we gingen opruimen en we zagen allemaal glas, zagen we al heel veel peuken, plastic zakjes en allemaal kapotte schoenen, kleding. Ja, als het op straat blijft liggen, wordt het allemaal vies en het blijft verteerd en dat is echt niet fijn. Dus dat wil je niet hebben, nee. Wat is precies het doel van deze actie? Kinderen bewustzijn meegeven over zwerfafval. Dat het lelijk is op straat, dat het vies is, dat het ongedierte aantrekt. Dat het een groot milieuprobleem is, van de plastic soep onder andere. Dat is iets wat de kinderen echt wel bijblijft. Plastic afval, dat waait naar de zee, naar meren. En dat komt uit op de zee en dat eten dieren dan op. En dieren worden er ziek van en gaan er ook dood van. Ik vind het zelf niet normaal dat ze het op straat gooien, afval. Dus het zwerft overal en maakt overal vies en blijft niet netjes. Dus gewoon opruimen. Wij gaan het zwerfafval te wapen. De strijd aan tegen het zwerfafval. En dat zij als leger mij, als Zorro, mij daarbij helpen. Wat vindt u van deze actie? Ja, ik denk dat het heel goed is dat we van jongs af aan leren dat zwerfafval niet door de kabouters er komt, maar dat we dat zelf neergooien. Dus, en dat is niet goed. Eerst gooide ik gewoon alles op straat. Maar als ik nu zie wat er allemaal op straat lag, dacht ik van oké, hier ga ik nou echt mee stoppen. Want het is echt nergens voor nodig. Kun je vertellen hoe deze actie is ontstaan? Ja, dat komt omdat er heel veel zwerfafval op straat ligt. En we willen met de kinderen er iets tegen doen. Is het nodig om dit in Overvecht te doen? Nou, er zijn heel veel wijken in Utrecht waar het nodig is. Vorig jaar zijn we in Zuilen geweest, het jaar daarvoor in Ondiep, nu in Overvecht. En Overvecht is inderdaad een wijk die gemiddeld gezien best wel vuil is. En er staan zoveel prullenbakken in de wereld. Waarom heb je ze nodig? Ik bedoel, waarom gooi je het op de grond? Dat is gewoon onnodig. We hebben vanmiddag een handtekening gezet, zowel de directeur van school 1 en van school 2 en ik, om ervoor te zorgen dat straks in de directe omgeving van de nieuwe school, de nieuwbouw, het ook extra schoon blijft. Met steun van al die kinderen. En vinden de kinderen het leuk om te doen? Kinderen zijn super enthousiast. Het is ongelooflijk. Zeker als je een beetje een wedstrijdje organiseert, dan gaan ze als dolle. Ik vond het leuk om... Niet echt om op te ruimen, maar ja, het was eigenlijk wel leuk. En ik heb ook heel veel geleerd dat je dat niet op de grond mag gooien. Als ik het goed zie, heeft deze groep het meest opgehaald. En jullie hebben het alle drie heel goed gedaan en winnen alle drie een prijs. Oké, okay, duim omhoog. Daar hadden we. Ho! Ik ga nu zo meteen met de aller, zal maar zeggen, allerbelangrijkste meesters en juf van de scholen, zowel van Spoorzicht als van Cleopas, ga ik zo meteen een handtekening zetten, samen met hun, onder een afspraak die we met elkaar gaan maken, want jullie gaan op een gegeven moment verhuizen en dan zou het mooi zijn dat het schoolplein straks, de directe omgeving van de nieuwe school, extra mooi blijft en extra mooi is. En dan ga ik daarbij helpen. Dan gaan jullie daar een heel klein beetje bij helpen. Maar jullie gaan daar geweldig mee helpen. En nogmaals, hè, niet alleen vandaag op de actiedag, maar in Overvecht, maar eigenlijk in heel Utrecht en eigenlijk in Nederland, gooi geen rotzooi op straat. Neem het mee, want dan hoef je op die zwerfafvaldagen niet zoveel op te rapen. Dank jullie wel, ik ben er heel erg blij mee.